Mats Knoester, een 4-0 overwinning op ADO Den Haag. Was dit jouw makkelijkste avond tot nu toe in het shirt van Heracles? Moeilijk te zeggen. Natuurlijk 6-1 vorige keer van VVV. Het ging vrij gemakkelijk inderdaad. In het begin heel even een paar diepteballetjes, maar voor de rest niet echt in problemen gekomen. Want het was niet eens aan de bal misschien je beste wedstrijd? Nee, een paar slordige momentjes. Die moeten eruit, maar het zijn ook weer leermomenten. Prima op zich. Wat zegt deze overwinning over de kracht van de ploeg? Ja, dat we een stabiele ploeg zijn. Dus, mentaal dat we het blijven opbrengen. Dat we niet vorige keer tegen RKC hebben verloren. Dus ADO staat ook slecht. Dan laten we zien van oké, volgende, we pakken ze gewoon. We laten weerbaarheid zien. En dan, ik denk dat het goed zit. Je bent de laatste weken onbesproken basisspeler. Wat is je gevoel? Ja, het is natuurlijk een lekker gevoel. Daarvoor ging ik hierheen. Die kans heb ik gekregen, kunnen pakken. Ja, dat is top. Dat je het nu doorzetten. Ja. Als je met de vaste volgers van de club spreekt, die zeggen jij bent de revelatie van het seizoen tot nu toe. Dat is een mooi compliment. Vind je het zelf ook? Ja, ik ben meestal eerder bescheiden. Dus als andere mensen dat vinden, ja, vind ik dat heel mooi om te horen. Dat ik daar ook het bij. Een paar weken geleden heb je in de Kuip gespeeld tegen Feyenoord, de club van je dromen. Vlak voor tijd had je nog een hele belangrijke blokkeeractie. Zou je kunnen vergelijken met een winnende goal maken? Dat was gekscherend je doelstelling. Voelde het net zo bevredigend? Ja, het is hetzelfde. Voor verdedigen een bal van de lijn halen is hetzelfde als voor een spits scoren. Ik heb mijn visitekaartje toen even kunnen afgeven. Dat was mooi. Ja. En ook nog op je favoriete plek centraal achterin? Ja, dat is helemaal mooi. Dat je gewoon kan ontwikkelen op je eigen plek waar je je goed voelt. Ja. Wat doet het met je zoveel weken achter elkaar spelen op eredivisieniveau? Nou, je merkt dat je steeds meer ritme krijgt, steeds meer gevoel. Je leert gewoon elke wedstrijd weer. Je wordt constanter. Het is gewoon top voor je ontwikkeling dat je elke week kan spelen. En dan ben je ook nog jeugd international. Wat zit er nog meer in het vat? Op dit moment geen jeugd international. Maar vorig seizoen even mogen proeven bij onder 20. Niet bij Jong Oranje, dus op dit moment even niet. Maar we gaan zien wat ik allemaal in mijn mars heb. Wat denk je zelf? Ja, ik kijk niet te ver vooruit. Ik kijk gewoon weer naar volgende week. Wedstrijdje, moeten we het gewoon weer goed doen. En dan op korte termijn Europees voetbal proberen te halen? Dat zou helemaal top zijn natuurlijk. Daar gaan we wel voor. Ik denk ook dat het haalbaar is. Zeker als je ziet wat het gat is met de vierde plaats. Dat is, ik weet niet precies hoeveel, maar dat is heel weinig. Dat is wel een doelstelling, zeker. Ja. Het leven lag je toe in deze grote mannenwereld? Ja, het gaat op dit moment lekker, ja. Ja, zeker.